Welkom bij de hulpvideo om de MyCollab app te installeren op uw smartphone. Ik laat dit zien op een Android toestel. U heeft een e-mail ontvangen met de in de stappen die nodig zijn om de app te installeren. Open de e-mail en bij stap 1 kiest u het platform van uw telefoonbesturingssysteem. De knop leidt u naar de desbetreffende App Store. In dit geval kiest u de Google Play Store. De Google Play Store wordt geopend en de MyCollab voor mobile app staat klaar om geïnstalleerd te worden. U klikt op install en dient akkoord te gaan met de voorwaardes. De app wordt nu gedownload en automatisch geïnstalleerd. U kunt hier de app openen of teruggaan naar het homescreen. De app wordt automatisch geplaatst op het homescreen. Vervolgens gaat u terug naar de hiervoor genoemde e-mail en gaat u naar stap 2. Als u op de link klikt, wordt de app geopend en alle instellingen die benodigd zijn worden automatisch ingesteld. U dient alleen nog akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Daarna is de MyCollab app klaar voor gebruik. De eerste keer kan het iets langer duren omdat de instellingen geladen moeten worden. Ik begin de app met een kleine uitleg. De app bestaat uit twee uitschuifmenu's. De linkse en de rechtse beschikbaar zijn als groen en rode knopjes. Het linker uitschuifmenu bevat een zoekbalk. Hier zoekt u uw contacten en gemiste oproepen. Aan de rechterkant stelt u uw beschikbaarheid in. U kunt een snelkoppelingen plaatsen op uw homescreen. Van bijvoorbeeld collega's die u vaak belt. Als u een collega selecteert, kunt u ook selecteren hoe u deze collega wilt bereiken. Bellen, video, chat of snel een e-mail sturen. Dit was de korte uitleg. De installatie is geslaagd en de app is klaar voor gebruik.